Ik ga het niet elke video blijven zeggen. Teenage Dream is een van de beste popsongs ooit. Het volgend jaar techno-album. Dat is niet allemaal echt. Nu gaat een die in ons teleurstellen voor de rest van Europa. Zo. Ja, sorry. En belangrijk, ook nog geen rijbewijs. En nog geen rijbewijs. De introductie is geschreven door AI. Oké. Okay. Dus ik heb die informatie gegeven over u. En je hebt gezegd... Schrijf een intro. Prachtig. Dus ik ben benieuwd of dat er verrassingen gaan tussen zitten of niet. Hier gaan we, hè. Alright. Hallo daar en welkom bij Kletsuurtje. Vandaag hebben we het genoegen om een buitengewoon getalenteerde artiest te verwelkomen. Iemand wiens dromen en passie voor muziek hem hebben geleid op een opmerkelijke reis. Hij is de stem achter de beats, de melodieën en de verhalen die raken, zoals Insecure en Boyfriend. Deze artiest heeft een droom. Een droom om op het beroemde Coachella of Camp Flock Napo die had te staan en hij is vastbesloten om die droom werkelijkheid te maken. Hij heeft al indrukwekkende stappen gezet op zijn pad naar succes, waaronder een EP en een tour met de getalenteerde Laura Tesoro. Maar succes komt niet zonder offers. Hij heeft destijds de traditionele weg van school verlaten om zich volledig te kunnen richten op zijn muzikale carrière. In zijn vroege jaren, toen de meesten nog boeken openden, nam hij deel aan selecties van Eurosong Junior of Junior Eurosong in 2012 en was hij te zien in The Voice Kids. Correct. Zijn reis begon al op jonge leeftijd. Op slechts 9-jarige leeftijd begon hij met het produceren van dansmuziek, geïnspireerd door grootheden als Avicii en Skrillex. Nu laat hij zich inspireren door de eclectische geluiden van Tyler, the Creator, The Weeknd en Brockhampton. Hij bracht zelfs in samenwerking met Reggie in 2016 zijn eerste single uit. Holy shit. Deze artiest, half Mexicaans van afkomst, ontdekte zijn liefde voor muziek al in zijn kindertijd. Als kind experimenteerde hij met GarageBand, urenlang componerend op de computer. Zijn doorzettingsvermogen wordt gevoed door het verlangen om elke dag een nieuw nummer te maken. En dat heeft hem gebracht naar verrassingsact op festivals zoals Core. We zijn er bijna al. Het pad dat is okay. Maar het pad naar succes is niet zonder obstakels, even dramatisch. Als kind werd hij gepest in de lagere school, maar dat heeft hem alleen maar sterker gemaakt. Zijn doel is duidelijk, internationaal doorbreken en de wereld veroveren met zijn unieke sound. Om af te sluiten is hij ook niet weg te slaan voor het scherm, zoals hij te zien in de Vlaamse horrorfilm FOMO, 3.2 op IMDb, zeker wel. Ja, ja. Zonder verder oponthoud, laten we een dieper duik nemen in het verhaal en de muziek van de inspirerende en onmiskenbaar getalenteerde Oski. Nou. Welkom, Oski. Hoe gaat het met jou? Dank u wel. Het gaat heel goed met mij. Heel goed. Met mij gaat alles goed. Nog een beetje aan het wakker worden, maar daar hebben we de koffie voor. Ah, wel. Ja, voilà. Ja. Ik heb eigenlijk ook van deze keer al, denk de eerste vraag dat je sowieso al 1000 keer hebt gekregen. En ik wil dat nu gewoon al weg hebben. Okay. Dan zijn we ervan af. Van waar komt Oski? Heb je het me al een keer gezegd? De naam Oski? Ja, van waar dat komt. Goh, dat is eigenlijk al heel lang geleden. Had ik... Dus mijn volledige naam is Louis Oscar. Mm-hmm. En ik ben heel lang enkel onder Oscar gegaan. En van Oscar is dan de nickname Oski Boy gekomen. En dan uiteindelijk Oski is gewoon Oski Boy zonder de boy. En dan ja, zo in grote letters geschreven, want dat vond ik er wel mooier uitzien of zo. Dus ja, Oski is afgeleid van Oski Boy, is afgeleid van Louis Oscar. Komt er ooit nog een Oski Boy? Ik heb dat wel overwogen om daar... om een projectje te maken of zo, een EP of een album dat Oski Boy zou heten of zo, want ik vind dat wel gewoon een leuke titel. Maar dus toch niet. Ik laat dat nog in de lucht hangen. Want ook toen als ik uw naam Oski opzocht op Google, ja? Het eerste wat je wel krijgt is Oski the Bear. Mm. Ja, Oski the Bear is een mascot van volgens mij. California. Ja. Dus ik vroeg aan ChatGPT, kan je een intro schrijven voor Oski? Want ik vraag altijd ook een keer of dat hij al misschien iets weet. En dan kreeg ik van, ja, is opgestart in 1941. Ik dacht, wauw, what the fuck, dat klopt hier misschien toch niet? Misschien moet ik ooit een collab doen. Het zou het doen zijn. Oski the Bear, een videoclip of zo. Het kan toch, als je ooit doorbreekt in Amerika? Er is ook een skater genaamd Oski. Oscar Rosenberg. Dat is een Belg, of niet? Nee, dat is ik denk een Zweed, als ik me niet vergis. Een Zweed. Ja. Maar Oski de Beer is wel nog nice zijn, hè? Want dat kun je met Amerika collab. Want dat is toch tot nu toe... Dat is toch het... Dat zou heel mooi zijn. Maar. In heel veel interviews komt er heel vaak terug dat je echt het internationale doorbreken in Amerika en in Verenigd Koninkrijk is wel iets dat heel vaak terugkomt, ja. Hè? Ja, dat is... Ik ben, begrijp me niet verkeerd, ik ben heel gelukkig in België, om in België te wonen. Een prachtig land, een overstatement, maar ik ben blij. En ik heb... eigenlijk, omdat al mijn inspiraties of rolmodellen zijn artiesten uit het buitenland. Mm-hmm. Dus ja, ik denk...
dat dat wel op een of andere manier logisch is van... Dat is de ambitie die ik heb. Mm-hmm. En ik heb die ambitie altijd gehad, ook al als kind. Allee, ik zag dan gelijk Avicii of Skrillex, waren echt mijn eerste idolen. En ja, dat zijn DJ's die over heel de wereld gespeeld hebben of spelen nog steeds. Dus dat is... niet zo ver, ik niet. Dus dat is wel... Ja, ik weet niet, dat is gewoon... Ja, vanaf dat ik was begonnen met dromen, zeg maar, is die droom direct zo groot geworden. Mm-hmm. En ja, dat is wel iets wat ik vasthoud of zo. Want ik zie ook vandaag de dag meer en meer gelijk artiesten zoals Stromae of Angèle. Er zijn ook artiesten die uit België komen, die ook al tours in Amerika hebben mm-hmm. uitgespeeld. Dus ja... En dat is nog een keer in het Frans ook nog. Dat is nog een keer voilà. een stapje... Misschien moet ik dat proberen. Hoe goed is uw Frans? Niet super. Sowieso wel beter. Even coaching gaan volgen. Maar uw dingen... Want nu, heel veel mensen zijn nu bezig met een Spotify Wrapped te delen. Mm-hmm. Ja. Is die bij u? Merkte nu al dat er een bepaalde stijging is in het buitenland ook al? Of is het nog vooral een heel grote focus in ja, België? Ja, pas op. Ik heb wel deze jaar ik heb een remix mogen maken voor Tasca Black. Ook een producer uit België. En die is wel... Die heeft heel veel streams gepakt, ook in Amerika. Mm-hmm. Dus dat is wel nice om te zien. En met mijn eigen muziek probeer ik ook gewoon heel veel te pushen op TikTok. En dan kun je ook zien van ja, in dat land is dat mm-hmm. nu meer traction aan het pakken of zo. En ja, ik had al langs een cover geüpload van Katy Perry. Ja, in de stijl 1975. En dat is nu in Engeland wel heel populair geworden, want ja, dat is een Engelse band. Mm-hmm. Dus op die manier ja, probeer ik wel een beetje zo letterlijk mijn landschap te verbreden. Ja. Naar TikTok ga ik zo biedt teruggaan, want daar heb okay. ik echt, dat vind ik echt, daar heb ik nog 7 vragen over. Op dat vlak vind ik je ook echt een genie op meerdere vlakken. Okay, wow. Maar wat we ook altijd doen bij Kletsuurtje is, we hebben de intro geschreven door AI, maar dan vraag ik ook heel aan... Heel indrukwekkend trouwens. Ja, maar ik vind... Shout-out AI. ChatGPT 3.5, thank you. Maar je merkt ook wel echt de afgelopen podcast dat die intro's worden wel zotter en zotter. Dus ja. Ik weet niet. Nou, het was veel informatie. Ah, wel, maar als er ooit een film over mij gemaakt wordt, dan is het ding. Dat gewoon aan ChatGPT. Ik heb die nu al informatie gevoed over u, hè. Ja. Dus die weet nu meer dingen over u ook. Ja, ik weet niet. Ja. Maar het ding is wel, wat ik dan ook nog vraag, is om aan de hand van die intro, vraag ik ook om nog een eerste vraag te formuleren. Ah, wow. Om dan eigenlijk... Dus de volgende vraag ja, is door AI. Okay. Deze vraag die ik nu ga lezen, is volledig door AI geschreven. Okay, dus laten we meteen in de magie duiken. Oski, je hebt een ongelooflijke reis achter de rug. Van het experimenteren met GarageBand als kind tot het delen van podia met artiesten als Laura Tesoro. Het lijkt erop dat muziek altijd een belangrijk deel van je leven is geweest. Kun je ons meenemen naar het allereerste moment waarop je besefte dat muziek niet alleen een passie was, maar ook jouw roeping? Wat was dat cruciale keerpunt dat je aanzette om de weg van een artiest te bewandelen? Wauw. Dat was de vraag. Oké. Wat was het cruciale keerpunt? Mm-hmm. Amai. Ja, ik denk dat al heel... Dat gaat sowieso nog voor het eerste middelbaar geweest zijn, want in het eerste middelbaar wist ik het al. Zo vroeg? Dat is echt, ja, echt doodserieus. Wat? Ik denk de laatste keer dat ik had gedroomd van iets anders te willen zijn als ik ouder was, was misschien in derde leerjaar of zo. Wat? En dan echt, daarna was het altijd, ik wil muziek doen later. Maar van waar komt die dingen dan? Ik weet dat niet. Dat is gewoon, ja, allez, ik ben opgegroeid in een hele muzikale omgeving. Mijn mm-hmm. papa is muzikant, die speelt in zijn eigen band, Syndicato Sonico, wat dat hele coole Latijns-Amerikaanse ska-rockmuziek is. Mm-hmm. Dus dat is totaal anders dan wat ik doe. Maar ik heb die wel altijd bezig gezien en zien optreden. Mijn mama die zingt ook heel veel. Mijn onkel is ook een muzikant. Mm-hmm. Dus ja, dat is eigenlijk... Ik ben daarmee opgegroeid of zo. En snap je, als je dat zoveel rond je ziet, dan is dat ook wel iets wat je snel overneemt of zo. Van, ah ja, dat is wat dat iedereen rond mij doet of zo. Ik wil dat ook doen. Mm-hmm. Ja, ik weet niet waar dat ik dan ergens die radicale overstap heb gemaakt van ineens elektronische muziek te doen in plaats van wat dat iedereen had. Maar ja, nee, ja, ik denk, het is echt een kwestie van zien en nadoen bijna. Mm-hmm. Zo. Dus ja, het is, ik kan echt niet pinpointen van het is toen dat ik het beseft heb, want het is oprecht altijd al zo geweest. Zot wel. Ja. Maar wat was daarvoor dat gewoon doen? Wat zijn derde middelbaar? Formule 1 racer worden. ik was geobsedeerd met de film Cars vroeger. Als ik denk eender welke andere
jongen dat is opgegroeid rond 2006. Dus ja, ik wou heel graag raceauto. Maar dan toch voor muziek gegaan. Toch voor muziek gegaan. Zot wel. Misschien ook wel goed, want ik heb echt vreselijk slechte ogen. Dus ik zou waarschijnlijk in mijn eerste beste match gewoon iemand doodgereden hebben. En belangrijk, ook nog geen rijbewijs. En nog geen rijbewijs. Dat is bijkomende zaak, maar hoor. Maar dan zei je ook wel al van de eerste keer op jonge leeftijd beginnen experimenteren met GarageBand. Ja. En dat is dan, voor de mensen die het niet kennen, dat is op Apple toch zo die... Ja, dat is de stock. Dat is een gratis applicatie dat je meekrijgt als je een MacBook koopt. En dan staat daar een programma op. En ja, er zitten keiveel sounds al in dat je gewoon kunt gebruiken en samenvoegen. En dat is eigenlijk heel makkelijk, waardoor dat ook... letterlijk... any 9-year-old child zou dat kunnen doen. Dus op dat vlak ben ik nooit speciaal geweest. Maar ja, het is wel gewoon... Ja, dat was heel simpel. En dan daarna overgestapt naar Logic Pro. Mm-hmm. Wat dat wel een beetje dezelfde structuur heeft als GarageBand. Maar dan uitgebreider en professioneler. En dan ja, later had ik een Windows-laptop gekocht. Dus dan kon ik geen Logic meer gebruiken. En dan ben ik overgestapt naar FL Studio. En dat is wat ik nog steeds gebruik. Zot. Dus, maar en op welke leeftijd heb je dan gezegd van ik ga er echt 100% voor? En heb je dan gezegd ik stop met al de rest en echt full focus daarop? Ja, op dat vlak denk ik dat pas na het middelbaar geweest is. Mm-hmm. Ja, toen had ik de tijd om echt ervoor te gaan. Ja, ik heb wel, ik had het eigenlijk in het middelbaar ook al moeilijk om op school gefocust te blijven of zo. Maar ik had dat wel echt beloofd aan mijn ouders van ik doe mijn ISO gewoon af en dan zien we wel waar het heen gaat of zo. En dan heb ik toen een sabbatjaar gedaan en heb ik gewoon echt 24/7 muziek eruit zitten poppen. Pushen. Ja, echt gewoon bezig gebleven. Mm-hmm. Dus ja, sindsdien eigenlijk heb ik geen plek in mijn hoofd meer voor andere dingen dan. Maar ik vind dat niet erg, hè. Nee, maar het werkt ook, hè, als je kijkt waar je nu staat. Ja, ik doe mijn best. Dus. En kun je zeggen dat je van thuis uit de steun hebt gekregen om... De steun, stond ze achter uw beslissing om te zeggen van ik stop met school. Je hebt wel je middelbaar afgewerkt, zeggen ik ga full focus op muziek. Mm-hmm. Mijn papa, die snapte dat wel. Want mm-hmm. Die is zelf ook... die is opgegroeid in Mexico. En die zijn familie... Want hij is ook uiteindelijk muziek gaan studeren, maar zijn familie deed daar heel lastig in. Mm-hmm. Want dat is eigenlijk hij komt uit een gezin waar het normaal is van... Oké, je doet de school, je doet je hogere opleiding en je gaat werken de rest van je leven. Echt normatieve... En dan mijn papa was de eerste in die familie die zei van... Ah ja, maar eigenlijk, ik wil muziek gaan doen. Mm-hmm. En ik weet nog, hij heeft mij ooit verteld dat zijn papa, dus mijn opa, heeft hem daar echt heel veel shit voor gegeven back then. Dus ik denk, hij snapt het wel bij mij of zo. Mm-hmm. Dat is uiteindelijk ook wat hij heeft gedaan. En ja, mijn mama die heeft mij ook altijd gezegd van ja, het is een risico dat je neemt. Mm-hmm. Je moet dat weten. Maar ze ziet dat zelf ook, dat er eigenlijk niks anders is dat ik echt graag wil doen buiten daar. Dus die zegt van, doe maar. Ga vliegen. Ga vliegen, ja. Maar ja, want ik weet nog, je hebt dat ooit een keer gezegd aan mij, dat hij, ik weet niet, is dat nog altijd het geval, dat hij elke dag een nieuw liedje probeert te maken? Pretty much. Maar hoe? Maar het is niet per se altijd een nieuw liedje, maar eigenlijk, al is het maar een beat of zo, of een random ideetje dat ik op mijn gsm heb opgenomen, ik wil wel altijd wat, ja, er moet altijd wel iets zijn dat ik gedaan heb of zo. Eergisteren was ik mijn tanden aan het poetsen en ineens kwam zo'n idee. En dan zo om 12:30 s'nachts is ik zo aan de piano, gsm opnemen. Oké. En dan gewoon zo opnemen, ja. En dan denk ik van oké, als ik later van de week tijd heb, kan ik dat verder uitwerken. Oké, ik ga vlug naar u draaien. Oh, oké, ja. Dank u. Maar dat is dus... Er is nog een grote artiest die ook volgens die mentaliteit werkt. Die ook elke dag een nieuwe beat, een nieuwe dingen maakt. En ik ben er zelf een zeer grote fan van. Hij is ook... Russ? Ja. Wat is de la... Nee, maar ik wist dat je over Russ ging beginnen, want de vorige keer dat we elkaar hadden gezien, ging het daar ook over. Maar ja, maar die is ook met dezelfde mentaliteit is die ook zo begonnen. En die is nu de wereldtop, hè. Ja. Dus wie weet, Oski. Maar dat is sowieso... Ik denk, ja, consistent zijn is het belangrijkste wat je in het leven gewoon kunt zijn. Als je elke dag consistent iets een klein beetje doet of zo, dat is veel beter dan om de zoveel tijd even iets groot doen of zo. Mm-hmm. Want ja, dan raak je nooit in de flow of in de mindset van bezig te blijven of zo. Ja. Mm-hmm. Maar en van waar blijft die? Het moet van ergens komen, die inspiratie. Is dat echt plots niets iets in je hoofd dat jij begint goed te schrijven? Dat hangt er een beetje aan vanaf. Maar ik ben ook wel
gestopt met zo echt te geloven in inspiratie. Mm-hmm. Want ik haat mensen die zo zijn van... Oh, ik kan nu niks maken, want ik heb geen inspiratie. Ik denk zo, bro... Er zijn zoveel verschillende bronnen van... Want inspiratie is meer... ik had onlangs een boek gelezen van Rick Rubin, de legendarische mm-hmm. muziekproducer ook. En die beschrijft dat eigenlijk als een soort van bron van energie. En dat is gewoon... Whenever dat je toegang hebt tot die bron, en dat mm-hmm. kan door eender was, en dat kan zijn door zelf naar muziek te luisteren of naar, weet ik veel, andere kunstwerken te kijken of zo. Mm-hmm. Of ook gewoon van, je hebt nu op het internet zoveel bibliotheken aan sounds en eigenlijk loops die je al kunt gebruiken. Ik doe dat heel vaak. Gewoon een loop pakken dat iemand anders heeft gemaakt. Mm-hmm. En daar, dat is legaal trouwens, ik betaal daarvoor. Dat is geen plagiaat of zo. En daar dan iets rondbouwen. En dan uiteindelijk heb ik mijn eigen ding daar rondgebouwd. En dan kan ik, als ik dat wil, kan ik die loop nog vervangen door iets wat ik dan ook zelf. En dan, dat is een beetje ideeën forceren, maar dat werkt wel uiteindelijk. Dus ja, dat is wat ik doe als ik zelf een beetje vastzit of zo. Mm-hmm. Maar heb je dat zo'n vaste. Zo'n vast ritueel dat als je begint te schrijven, of gelijk zo de typische Oski beat, is daar zo'n bepaald ritueel dat daaraan vooraf gaat? Of hoe ontstaat dat? Ik weet dat niet goed. Meestal is er geen vaste flow of zo. Je hebt heel veel mensen die altijd eerst hun melodietjes of eerst hun tekst doen of eerst hun drums. Maar bij mij is dat een beetje waar ik zin in heb. Mm-hmm. En ik volg niet echt een vast schema, maar. Dat moet ook niet per se. Ik denk, meestal vanaf dat iets begint te vloeien, dan blijft dat wel gaan of zo. Ik heb niet echt... bij mij is dat niet echt een standaard of zo. Mm-hmm. Want dat is ook wat dat... ik weet niet of mensen dat ook weten, maar dus het is het zingen en het is het produceren. Het is echt het volledige spectrum van het liedje dat eigenlijk door u wordt gemaakt. Ja. Is er dan nog één iets dat je eigenlijk... uitbesteden door iemand anders nog laat doen? Of is echt van mix en master. Dat is echt zo'n technische aspect. Van, dus je hebt je song maken, is gewoon producer, dus de elementen dat je hoort in de song. En dan het mixen is eigenlijk het balanceren van alles. Mm-hmm. Dat is heel technisch. Dat is echt, als je denkt aan zo van die grote studio's, met van die tafels met allemaal knoppen op, dat is waar dat het mixen vooral gebeurt. En dat is... Ik kan dat wel tot een bepaalde extent of zo, maar er is wel een soort van bepaalde professionele standaard of zo, waar ik nog net niet aan kan. Dus dan laat ik het liever door iemand anders doen. Mm-hmm. En dan het masteren is... Voor mensen die geen muziek maken, klinkt het fucking weird, maar masteren is eigenlijk gewoon luid maken. Mm-hmm. Op een manier dat je muziek even luid is als... Dat je instrumenten en al allemaal op hetzelfde niveau is van je stem bedoelt, of dat eigenlijk gewoon dat is mixen. Master is echt alles. Dat alle liedjes universeel op heel de wereld op hetzelfde niveau zijn, bedoelde. Pretty much. Dat is waar het op, neerkomt. Dat is, dat is een concept dat... ik vind dat zelf nog steeds moeilijk om echt te snappen. Maar natuurlijk heb ik het wel door of zo. Maar dat is ook een vak op zich om iets luider te krijgen zonder dat je het plat drukt of zo. Mm-hmm. Als dat sens maakt. Ja, wat ik vaak... gebruik als vergelijking is, stel, je maakt een cake. Ik ga nu even muziek maken vergelijk met cake bakken. Dus je bent aan het produceren, wilt zeggen, je kiest je ingrediënten, je kiest wat je in je cake doet. Mixen is hoeveel van welk ingrediënt doet je in je cake, dat je een goede verhouding hebt. En dan masteren is je cake bakken. Oké. Dus dat is echt de afwikkeling. En dan moet je zien dat je het niet te lang of niet te kort bakt, dat het goed doorbakt. Dat is de simpelste manier om het uit te leggen. Echt een dummy-proof uitleg. Ja, ja. Oké, zot. Want je hebt dus ook... Wacht, hè. Hoeveel liedjes heb je nu al de dag van vandaag uitgebracht? Wat echt al stevig wat? Ik denk dat dan... Het valt nog mee, want ik heb 2 EP's van 6 nummers. Dat is 12 nummers. En dan heb ik er nog 1 EP van 5 nummers. En dan... Ik denk dat dat... tussen de 30 en de 40 zal liggen of zo. En op hoeveel jaar? Op 4 jaar. Makker. Ja. Dat is wel zeer stevig. Maar ik vind dat is niet weinig of zo, maar in verhouding met hoeveel ik eigenlijk maak, is dat wel... ik heb een Dropbox-map met misschien 100 songs liggen of zo. En dan is dat zo van, die songs zijn er, maar ik kan niet alles... Uitbrengen, of course. Het is ook natuurlijk... We zijn niet echt meer in een albumtijdperk. En ik denk, als we dan nog wel waren, zou ik wel meer
albums uitbrengen dan echt zo kleine dingen of zo. Is dat geen albumtijdperk meer? Nee? Ja, niet gelijk vroeger. Hè. Allee, dus mensen kopen geen platen meer of kopen geen cd's meer. Mm-hmm. Mensen luisteren gewoon een album op streaming mm-hmm. en kiezen dan 2-3 liedjes eruit dat ze leuk vinden. En die slaan ze op. En dat is het. Mm-hmm. En dat vind ik spijtig, want ik ben wel echt een albummens en ik luister graag hele projecten door, maar ja, de meeste mensen doen dat niet. Ja, en dat nee. is ook gewoon niet zo rendabel uiteindelijk. Dus ja. Platen zijn wel een comeback aan het maken. Platen zijn een comeback aan het maken. Maar ik heb wel platen gemaakt ook. Ik heb vinylplaten van, okay. Van mijn 2 EP's. Ja, ik zal er een netje opsturen. Ja, dat vergeet. Hier, elke podcast. Maar van die honderden liedjes die nu op Dropbox staan, heb je er wel eentje uitgebracht dat, nu dat de podcast uit is, ja. is die wel al te beluisteren. Ja, hè? Die is... ja, ja, what's the problem? What's the problem? Is er daar iets van verhaal? Is dat ook plots een ingeving van bovenaf? Dat is wel een leuke om even terug over inspiratie te praten. Ik had mijn toetsenist, Joppe, die dan mijn liveshows mee in elkaar steekt en zo, die had mij een album gestuurd mm-hmm. van een Canadese producer. En ik had dat geluisterd en dat was al super, dat was heel elektronisch, heel veel synthesizers en super bouncy. Er zat echt zo'n goede ja, swing in of zo. Dus de manier dat gewoon, ja, dat ritme was een beetje, dat sleept zo aan op een manier dat je heel, met je kop zo headbanger zat. Dus dat, ja, en dat was een beetje, dat was wel een groove dat ik wou niet nabootsen, maar toch eens wou proberen of zo. Mm-hmm. Dus dan was ik zelf aan een beat begonnen. Een beetje in de stijl van dat album. En dat is dan uiteindelijk de beat geworden dat je hoort in het refrein van What's the Problem? En dan heb ik daar wat verder gebouwd. Iets meer R&B-elementen mm-hmm. ingestoken ook. En dan had ik die song eigenlijk... Ik had een demo en ik had dat doorgestuurd naar No Copyright Sounds. Dat is mm-hmm. het label, want ik moest daar nog één single bij uitbrengen. En die waren zo van, ah ja, oké, dit vinden we nice. We kunnen dan of dan releasen. En de eerstvolgende was in december. Dus like, ik moet denken, dat is nu ondertussen, die conversatie is een maand geleden of zo. Mm-hmm. Dus ik dacht, oh shit, dan moet ik dat wel heel snel klaar krijgen. Ja. Dus ik heb dan op 2 dagen of zo, heb ik heel die song afgemaakt. Maar hoezo? En gewoon de hele dag doorgeschreven. En dan doorgestuurd naar de mixer op woensdag. En dan tegen vrijdag hadden we de master. Dus echt op 1 week was die song er. Gewoon omdat ik dacht van, oké, ik vind deze nu nice en ik wil dat nu uitbrengen. Dus. Wat zot, want het is ook niet gewoon een refreintje. Hè, want in het midden heb je ook nog zo... de term gaat waarschijnlijk sowieso verkeerd zijn, maar ja. een rapstukje waarin ja, dat je ook... Gast, ja. Hoezo? Ik zou daar zelf niet op een jaar tijd dat kunnen schrijven en deze man doet dat rustig op een weekje. Ja, ja ik wou graag nog eens rappen. Want ik ben eigenlijk echt... voordat ik echt veel zong in mijn songs, deed ik vooral echt rapmuziek. En dat is ook waar ik nog steeds het vaakst naar luister. Mm-hmm. En ik dacht van, eigenlijk, ik heb nu die EP gedaan, Goodbye For Now, dat was heel veel pop. Er zitten mm-hmm. wel ook een paar rapstukjes in. Stay The Night, oh, dat was luid. Stay The Night, mijn vorige single, was ook vooral zang. Mm-hmm. En ik dacht, oké, het is tijd om nog eens even... te rappen. Gewoon chill zo. Bars. Ja, gewoon, nou, ik was even in die vibe en... Ja, want het is echt nice, gast. Ik ook. Want, het is, want dat vind ik bij elk liedje, nu heb je altijd zowel zo dat opzwepende, dat leuke dat daarin kwam, maar dan bij dat stukje. Ja, maar en dat stukje dat begon te rappen, wel echt nice. Dank je. Niet gewoon zo goedkope, ken je het zo? Ja, van die domme raps, dat je denkt van er zit 0,0 structuur in. Het is echt gewoon, ik zoek woorden dat rijmen op elkaar en we zetten die wel naast elkaar. Mm. Het is echt mooi aan elkaar. Maar pas op, maar dat doe ik wel. Maar, echt, woorden zoeken die rijmen. Nee, maar het klopt, in de grand picture of it, klopt het wel nog. Snap je? En dat vind ik echt zot. Dus van mij mocht wel de toekomst ook nog wat meer rappen. Van, ik vind het wel leuk om naar te luisteren eigenlijk. Dank u. Dat ga ik zeker doen. Ook mooi, prachtig Engels. Dank je wel. Zot. Merci. Zelf, want ik ben leerkracht Engels, ik kan dat appreciëren. Als ik echt mooi Engels hoor. Dank u. Is dat zelf... Allee, ja. Ik heb dat eigenlijk... Ja, dat is... de beste leerkracht Engels is Minecraft YouTube in 2010. Ik keek altijd gewoon Minecraft-video's in het Engels. Ik luisterde naar Engelse muziek. Ik luisterde naar Michael Jackson en Bruno Mars. Dat is hoe ik Engels heb geleerd. Oprecht. Wow. Doodserieus. Mijn job is dus overbodig. Ja, nee, maar pas op. Niet alle kinderen kijken 24/7 Minecraft YouTube in Engels als ze fucking 6 jaar oud zijn of zo. Maar dat is echt hoe ik Engels heb geleerd. En dan ja, uiteindelijk
ja, toen, vanaf dat ik Engelse lessen kreeg in middelbaar en zo, dat ging allemaal al. Mm-hmm, en dat trouwen. Ja, dat was nooit een vak waar ik het moeilijk mee had of zo. Wat ook wel nice was, want dan moest ik me daar tijdens examens geen zorgen voor maken of zo. Mm-hmm. Dus ja, echt, dat is een beetje. Ik beschouw het echt als mijn tweede moedertaal eigenlijk. Maar ja, als je hoort praten, zou je wel ook denken dat het je tweede moedertaal is. Want ja, denk ik. Er is geen twijfel, er is geen hoe zeg je dat? Er is zo geen Flamand Engels te bespeuren. Ja. Het is wel echt gewoon alsof dat je recht uit Amerika komt. Hè. Merci. Ik ben wel nog aan het proberen. Ik vind Britse accenten eigenlijk veel mooier. Ah, ik vind dat ook zeer aangenaam naar te luisteren. En dat zo, ik ga af en toe eens graag naar Londen. Mm-hmm. En elke keer dat ik daar ben, na zo 2-3 dagen begin ik dat over te pakken. En ik zei, ik vind het wel leuk. Misschien moet ik dat blijven doen. Maar ja, dan vanaf dat ik zo terug voor mijn camera en TikTok aan het filmen ben, of zo, is het terug zo vanzelf. Ah ja, nu is het Amerikaans-Engels. Maar daar kan misschien Oski Boy. Oski Boy is kan zo... Misschien Oski Boy kan het Brits Engels zijn. Een Britse alter ego worden of zo. Oski en Oski Boy. Oski is Amerikaans, maar Oski Boy is Brits. En dan hoort je zo verschillen in die website en denk je, what the fuck is hier eigenlijk aan het gebeuren? Ik ga het meepakken, hè. Ik ga het meepakken. Want en nu, what's the problem? Had ik ook, ik heb het daarnet ook gezegd, tijdens het luisteren dacht ik plots op een bepaald moment van, oh, is er een feature van een ander artiest? Omdat plots de stem was plots zo... Ja, omdat de stem al... Ja, vraag. Maar zit daar goed in nu? Want ik heb al de liedjes al beluisterd. Mm-hmm. Ik vind dat heel goed zijn in uw stem zo... Jij kunt gelijk nu... Mm-hmm. Dus een lage stem, maar in uw liedjes iets hoger, maar dan als je weer rapt, weer iets lager. Is dat iets wat je doorheen de jaren zelf hebt zo ontdekt? Of heb je daar hulp bij gekregen? Ik heb qua zang nog nooit lessen gevolgd of zo. Dat is wel iets wat ik nog wil doen, want ik ben eigenlijk technisch totaal... Zot, nog geen lessen? Ik weet niks over zangtechniek. Ik weet niks. Maar dat is wel iets wat ik merk als ik live optreed. Mm-hmm. Ben ik vrij snel uitgeput, dus dat is wel... Niet per se problematisch, maar dat is wel iets waar ik aan moet werken. Mm-hmm. Maar in die song... Ja, ik vind dat sowieso mijn lage register. Omdat ik muziek maak waar vaak heel veel bas in zit, is dat moeilijk om dat echt te gebruiken. Mm-hmm. Omdat ja, als je een lage stem hebt en je basnoten, dat kan heel snel clashen in je geluidsspectrum. Maar ja, omdat die beat van What's the Problem, op dat tweede stuk waar ik begin te rappen, is dat vrij simpel. Er zit niet echt veel... informatie in of zo. Dus daar kon dat wel. Mm-hmm. En wat ik dan heb gedaan, is wat ik ook aan het uitleggen was, van mijn stem is daar... Ik zit sowieso lager in mijn stemregister, maar ik heb het ook nog geformat. Dus wat dat formatten is voor de niet-muziekproducers, is eigenlijk gewoon het effect geven dat je een stem verlaagd hebt, zonder dat de toonhoogte echt verandert. Dus ja, met wat kan je best vergelijken? Darth Vader. Dat is wel zijn echte stem, maar dat klinkt gewoon lager. Nee, dan, ja. Eigenlijk is het Darth Vader. Deze revealed. Ja. Eigenlijk ben ik Darth Vader. Letterlijk. Dus niet bel mij voor de volgende Star Wars film, man. Maar dat is dan ook wel, want doordat ik heel vaak niet per se dezelfde vibe, maar ik voel dat wel als jij bij het rapstukje, omdat je dan net iets lager zit, krijg ik zo'n beetje vibe van zo'n beetje Richard Pryor-achtig. Zo, Richard Pryor? Ja. Okay. Niet de stijl, maar wel zo de ja, ik weet, maar voor hetzelfde geld ben ik volledig fout. Hè. Ik ken geen hol van muziek. Hè. Maar dat is zo waar thanks for clarifying. Dat is iets waar ik vaak aan terugdenk. Aha. En nu ook bij dat liedje dat ik echt denk van aangenaam om naar te luisteren. Nee, ik denk wat dat vooral is ik hou van rapmuziek waar dat de artiest zo niet precies... Waar het klinkt alsof dat zo heel effortlessly gaat. Mm-hmm. Zo niet veel... like 21 Savage. Mm-hmm. Ik vind hem een fucking grave rapper. Maar hij klinkt eigenlijk altijd hetzelfde. Dat is gewoon... En 21. Straight up. Dat is, hij rapt altijd alsof hij zo net uit zijn bed is. Maar dat is fucking hard. Dat is zijn ding. Snap je? Dus ik vind dat heel graaf. Of ja, Duckworth ook bijvoorbeeld, is een heel underrated artiest, maar die rapt ook altijd heel smooth en zacht. Maar ja, dat werkt wel gewoon, omdat dat, ja, dat maakt het zo heel, ik heb het al, ja, precies zonder moeite. En dat vind ik nice. Zot, maar heb je dan zoiets van, nu heb je wel je vaste stijl, of wil je daar nog een beetje nog in groeien? Of? Totaal niet, nee, ik heb daar echt een probleem mee, dat ik niet weet wat ik wil maken eigenlijk. Dat is eigenlijk jammer, want dat heeft mij al vaak tot obstakels gebracht of zo. Mm-hmm. Dat ik als ik, gelijk nu, ik ben terug independent, ik zit zonder label. Mm-hmm. Dus de muziek die ik nu uitbreng, kan ik nog een beetje kiezen van oké, ik wil dat of dat doen. Maar ik heb heel veel verschillende muzikale achtergronden waar ik graag naar luister of zo. En dat probeer ik vaak te combineren. Maar het ene kan totaal anders zijn dan het andere. En dat creëert
naar de buitenwereld toe ook wel een soort van ja, dubbelzijdig effect. Want aan één kant zou je kunnen zeggen, ah, Oski maakt veel verschillende dingen, dat is interessant. Maar aan de andere kant is het ook, Oski maakt veel verschillende dingen, dus we weten nooit wat te verwachten van hem. Ja. En dat maakt het heel moeilijk om als, ja, als buitenstaander echt te kiezen van, ah ja, dat is Oski. Mm-hmm. En dat merk ik zelf ook wel, dat is vaak een probleem op vlak van branding of zo. Dus dat is wel nog iets waar ik echt aan wil schaven en zien dat mm-hmm. tegen volgend jaar echt in een goede rechte lijn zit. Dat een vast... Ja, dat mensen weten dat is Oski en dat doet hij. En ja. Maar wel altijd blijven verrassen ook. Niet in dezelfde clichés vallen. Techno. Wie weet het volgend jaar techno-album. Fuck it. En heb je dan nu al een bepaalde stijl waarvan je denkt, van daar wil ik wel in verder gaan? Ja, sowieso. Ik denk, waar het nu op neerkomt, is synthpop. Mm-hmm. Het is gewoon elektronische popmuziek met veel synthesizers en dan met heel veel hip-hop invloed mm-hmm. ook, want er zit hier en daar wel rap in en zo. Maar ja, ik heb het afgelopen jaar echt een obsessie ontwikkeld met indie-pop en indie-rockmuziek. Dus dat is ook zo, dat gaat nu ook zo langzaamaan erin beginnen kruipen waarschijnlijk. en ja, gelijk nu met die Teenage Dream cover, uh-huh. Dat is ook gewoon een indie-pop cover. En dat is ineens fucking viraal gegaan, dus ik ga dat moeten doortrekken. Anders ga ik keiveel nieuwe fans kwijtspelen. Dus ja. Maar waar, het TikTok-brugje. Want ik heb hier ook een heel, heel, heel groot stuk over geschreven, over vraagjes. Ik heb het hier zelf opgeschreven, ik vind u echt een TikTok-genie. Dank u. Genie, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Jamie Awards. Bel me. Je hebt het gehoord. Oké, vertel maar. Maar je hebt nu inderdaad, we begon er net over dat je dus What If This Song Was Made By, ja. Dat je dus Katy Perry, Teenage Dream, hebt je dus helemaal gerebrand naar 1975. Ja. Maar van waar de fuck komt die inspiratie, gast? Hoe zegde hij... Maar luister, Teenage Dream is een van de beste popsongs ooit. Oké, okay, ja. Dat is oprecht een van de beste popsongs ooit. En wat dan zo nice is aan die song, is dat werkt constant... Ik ga weer technisch beginnen. Dat is constant zijn suspended 4 akkoorden. Uh-huh. Dus dat is een akkoord waar de twee, dus je hebt je 1, 3, 5 is de standaard structuur van een drieklank. En je 3 wordt gesuspend naar je 4. Dus dat maakt nul sens. Maar basically, dat zorgt ervoor dat eigenlijk alle akkoorden altijd dezelfde noot aanhouden. Uh-huh. Wat dat in normale akkoordenstructuren gebeurt dat niet. Maar dat is iets wat de 1975 ook heel vaak doet. Dus ik dacht zo, hey, zou het niet cool zijn als ik die song gewoon volledig omsmijt in echt die aesthetic van de 1975. Mm-hmm. En ik vond dat, ja, ik weet niet, ik was eraan begonnen en ik dacht van oké, dit werkt wel. En ja, hetzelfde met, ik had er ervoor een gedaan. Van Ariana Grande in de stijl van Bruno Mars. En dat was eigenlijk gewoon, ik wou een beat maken in de stijl van Bruno Mars. En dan gaandeweg besefte ik ineens, wacht, ik ben exact dezelfde akkoorden aan het gebruiken als Only One van Ariana Grande. En dan dacht ik, was ik gewoon dat nummer erover zien? En dat werkte ook. Dus ja, dat is eigenlijk is dat altijd gewoon een beetje zo besefmomentjes waarvan ik ineens ja, het idee krijg om dat uit te werken of zo. En dat is nu, dat is, allez, bijvoorbeeld dat concept van What If This Song Was Made By This Song. Ik vind dat voorlopig nog een beetje een risky concept om door te trekken, want ik wil wel dat het altijd sens maakt. Ofzo. Mm-hmm. Ik wil niet ideeën gaan beginnen forceren. Dus ik ga daar niet echt consistent blijven pushen of zo. Ik denk gewoon vanaf dat idee komt, gaat het komen en dan... Dat zien we wel. Ik vond dat echt sick, want dat is echt een lied volledig deconstructen en terug vanaf nul opbouwen. Ja, basically. En hij laat dat ook zo klinken alsof dat zo de normaalste zaak van de wereld is. Zo een liedje laten klinken als Bruno Mars of als 1975. Maar voor de mensen thuis, het klinkt wel effectief in de stijl dat moest het gemaakt zijn door die makkertje. Hey, ja. Niet iedereen kan dat, hè. Gast, dat is... Ik wel. Nee, ja, maar dat is wat ik wil zeggen. Is van, ja, ik luister echt graag heel veel verschillende dingen. Dus mm-hmm. ik denk dat ik ook gewoon daardoor vrij snel dingen kan combineren. Of zo. Mm-hmm. Ja. Ja, ik vind echt, want op TikTok echt, soms, als ik even weer niet meer heb zien passeren, kan ik echt wel lang scrollen. Dan kijk ik vaak naar dezelfde filmpjes. Ik ook. Ik denk, mijn favoriete TikTok-filmpje van nu is, want ik heb het hier opgeschreven, dat je de layers van Back to Life... Ah ja, die harmonies. Dat vond ik top. Dat je dan van één laag naar plots een minuut verder, dat vond ik echt crazy. Gewoon die opbouw, dat is zo zot. Dank je wel. Dat is echt, op dat vlak kan ik echt alleen maar een patch afdoen. Moest ik een patch aan hebben. Ik doe de bril af. Mijn bril. Dank u.
Ja, nee, echt crazy gast. Ja. Gelijk ook bij die If I Had a Verse On, dat je dan van Loreen, dat je daar dan, en dat past dan ook weer daarin, dat dat gast, ja... Dat was ook wel tof om te doen, want dat was inderdaad die If I Had a Verse On Whichever Song, dat was iets waar ik gewoon op TikTok was begonnen. En dat had niet superveel traction gepakt in het begin of zo, dus ik was van, ah, misschien is dat de moeite niet meer of zo. En dan ineens kwam Q-Music, die zei, hey, leuk TikTok-concept, wil je dat bij ons live in de studio komen doen? En ik dacht zo, oh... Oké, dus ja, zo ziet je maar, niet alles moet direct resultaten hebben of zo, want dat is, uiteindelijk is dat wel gewoon een keileuke serie geworden op Q-Music en zo. Dus ja, ik vind het gewoon altijd een beetje nieuwe ideetjes uitproberen en inderdaad vooral consistent zijn in ideeën blijven pushen. En dan plots gaat er misschien een van de vele ideetjes wordt dan plots opgepakt. Voilà. Gelijk die Teenage Dream cover is nu super hard aan het gaan. Ja, want die heeft al veel views, hè. Het is bijna op 200.000. Ja, en wanneer heb je die gepost? Niet super lang geleden, toch? Zie, crazy. Is er al een nieuwe in de maak dat je denkt van... Nee, want ik ben nu aan een langere versie van de Teenage Dream cover bezig. Mocht je dat dan op Spotify zetten? Ah, wel, dat is een ding. Zolang dat je geen stukje gebruikt uit de originele opname van Teenage Dream, of van eender welk werk dat gecopyright is, dan mocht je dat eigenlijk uploaden. Je hebt heel veel services die dat nu zeg maar, voor u legaal in orde brengen, dat je een nummer covert. En dat kost, als ik me niet vergis, kost dat niks, maar je geeft dan wel een stuk af van wat je daar verdient. Dus, kei nice voor mensen die covers maken. Je gaat er nooit rijk van worden. Dus, niet. Maar dat is ook niet de bedoeling. van muziek is sowieso al heel moeilijk om rijk te worden. Dus, Moet je echt al big, big, big zijn om rijk te worden van muziek? Ja, zeker nu met streaming en zo. Ik weet niet of dat je het hebt zien passeren, maar rond Spotify Wrapped was er eigenlijk ook heel veel gaande om het feit dat Spotify hun artiesten niet eerlijk betaalt. Is dat? Ja, en ze hebben nu zelfs een nieuwe maatregel dat alle songs die onder 1000 streams liggen, worden niet uitbetaald. En 1000 streams, daar heb je misschien 4 euro aan verdiend of zo, dat is niet veel. Maar je moet denken, in de big picture, hoeveel songs dat er zijn op Spotify die minder dan 1000 streams hebben, dat zijn miljoenen dat Spotify bijhoudt. Hè. Dat is crazy. Terwijl, je bent al een fucking bedrijf van een paar miljard. Mm-hmm. No. Wees gewoon even eerlijk. En dat vind ik wel cool. Willem Hartwee, de producer van Blackwave, die had toen iedereen zijn rap aan het posten was en zo, had hij gepost op zijn verhaal, ik ga geen reclame maken voor een bedrijf dat zijn artiesten niet ver uitbetaalt, maar ik wil dank u zeggen aan iedereen die heeft geluisterd. En dat vond ik schoon. Mm-hmm. Toen dacht ik van, damn, ik heb die van mij al gepost, het is te laat. maar ik had wel, ik had heel veel, ik voelde dat wel zo, ja. Maar in België zijn er wel gelimiteerd toch tot... Spotify, of kunnen nog veel andere. Buiten Apple Music heb je toch niet Apple superveel? Apple Music heb je, inderdaad. Ja, dat zijn Apple Music en Spotify, de twee grootste. Je hebt Tidal ook. Dat is niet iets wat veel mensen gebruiken. Maar dat is wel, als ik me niet vergis, degene die hun artiest het best uitbetaalt. Mm-hmm. En je hebt daar ook de beste geluidskwaliteit op. Dus, omdat daar ook nog een verschil op. Ja, Spotify is... Ik wil zeggen, kut geluidskwaliteit, maar dat is ook niet waar. Maar dat is gewoon van... Eigenlijk alle streaming services is dat de minst goede. Ah, wat dat wist op ik Apple niet. Apple Music heb je lossless, dus dat is echt de exacte audio-kwaliteit. Mm-hmm. Maar op Spotify wordt alles een beetje... Dat wist ik niet. Ja, ik wist dat ook niet totdat ik het verschil had gehoord. Ik zat dus bij Steven Vergouwen, een gitarist en songwriter. Ik zat dus bij hem in de auto. En we waren echt muziek aan het luisteren. En hij heeft zowel Spotify als Tidal. En we waren zo heen en weer aan het gaan. En ik dacht echt van, shit. Ik ben naar al mijn muziek gewoon fout aan het luisteren. Maar ik betaal al voor Spotify, dus ik ga niet nu nog een andere dinges aankopen. Dus ja, maar allemaal zijn naar Tidal gaan, of niet? Ik zou het aanraden, ja. En op TikTok ook zeer vaak dat... je ziet u heel veel verschillende instrumenten spelen. Allee, ik heb u toch al veel verschillende instrumenten. Dat is niet allemaal echt. Ik speel niet echt. Supergoed basgitaar. Of gitaar. Of fingerdrums staan vanaf. Dat is niet ja, nee, maar eigenlijk, ik speel niet alles. Het is voor de Het is voor een video. Maar pas op, ik heb dat wel één keer erbij. De eerste keer dat ik zo'n video deed, waar ik zo verschillende instrumenten aan speelde, dat was een Tate McRae cover. En dan had ik zo bij de video dat ik gitaar aan speelde, had ik erbij gezet zo, not actually playing, lol. Dus sindsdien denk ik zo van, kijk, ik heb het al gezegd.
Ik ga het niet elke video blijven zeggen. Je moet niet van mij verwachten dat ik ineens crazy solos ga beginnen uitkranken of zo. Oké. Maar mijn volgende vraag was, wat is je favoriete instrument om te bespelen? Ah ja, ik kan eigenlijk enkel... Ik ben opgeleid in piano. Dus ik kan piano ook wel nice. Ja, dat is een keischool instrument. Ja, dat staat op... Dus denk ik, want ik heb ook op Spotify echt zo'n apart mapje, klassieke klanken. Ik vind dat, ja, ik ben zot van piano. Ook zo, I love Ludovico. Een man met gesofisticeerde smaak. Ja, en dus als ik nog één iets wil leren... Voor ik doodga, is het piano. Okay. Maar je moet zo... je twee handen moeten toch apart kunnen... Ja, ja. Dat moet je kunnen. Sorry. Moeilijk, maar dat is geleerd dat door te oefenen en te trainen. Laat. Ik ben 28. Dat is niet te laat. Je hebt een kwart van je leven geleefd. Yes, dat is niks. Be for real. Nee, het is echt waar. En dat is ook iets wat ik heel vaak... wat ik heel graag ook zeg tegen mensen. Het is nooit te laat om anything te leren. Mm-hmm. Like, ik kwam al langs nog iemand tegen op een evenement. Ik weet niet meer exact waar. Maar dat is een man van in de 40 of zo. En het ging over muziek. En hij wou ook heel graag leren produceren. En ik zei van ja, oprecht gewoon doen. Mm-hmm. Gewoon aan beginnen. En hoe meer tijd dat je erin steekt en hoe langer dat je ermee bezig bent, gaat dat wel lukken. Snap je? Want je hebt veel mensen die zich vasthouden aan het idee van tot welke leeftijd is het nu weer dat je zo heel makkelijk nieuwe, ik denk tot 9 of zo. Oeh. Dat je tot je 9 jaar is het heel makkelijk om nieuwe skills aan te leren of nieuwe talen. En daarna wordt dat zo gezegd moeilijker. Maar ik denk gewoon, dat wordt moeilijker omdat, what the fuck heb je te doen als 9-jarige? Snap je? Als 9-jarige heb je gewoon tijd. Snap je? Je bent een klein kind, je moet niks doen, je moet enkel dingen leren. Vanaf dat je volwassen bent, heb je responsibilities en je hebt een leven dat je moet onderhouden. Ja, dan is de free trial gedaan. Tuurlijk, exact. Je moet creditcardinformatie indienen. Letterlijk en figuurlijk. Maar, en dan is het gewoon moeilijker om nog de tijd en de dedication te vinden om nieuwe dingen te leren, maar dat is nooit onmogelijk. Ja. Wezen. Ik heb misschien makkelijk praten, omdat ik nog maar 20 ben, maar ik zou graag deze mentaliteit wel aanhouden. Ah, nou, dat moet wel lukken, denk ik wel. Je hebt ook meegedaan aan de selectierond van Euro Song for Kids. Dat is crazy, ja. Wat is er daar? Op welke leeftijd spreken we hier? 2012, dan was ik 9 jaar. 9 jaar. En was dat in dezelfde stijl dan dat je nu doet, of was dat in een iets andere stijl dat je... Qua muziek? Ja, want... Ik denk het liedje dat ik toen mee had geauditioneerd, als dat een woord is, was Hey Soul Sister van Train. Oké. Okay. Hey Soul Sister, hey, dat wist. Ja, dat was fucking banger wel. Maar ik ben er toen... Ja, toen was ik niet geselecteerd, maar ik denk dat ook het jaar was dat ze het hadden afgeschaft. Ah, oké. Okay. Dus het was sowieso... Ja, als ik nu gewonnen had, was het ook niet gelukt, maar wel. Dat was inderdaad mijn eerste entry into muziek. The game. Wedstrijd, whatever. Mm-hmm. Ja, ja. Maar Euro Song for Kids is niet geworden. Misschien, ja, Joost is nu geselecteerd voor Nederland. Zou we misschien ooit... Ik vind dat graaf. Zou we ooit... Hè, is Oski dat... op Eurosong? Ja? Ik zou het overwegen. Ja, maar het is heel veel druk, heb ik het gevoel. Ineens heel het land dat zo naar u kijkt van... Allee. En nu gaat een die in ons teleurstellen voor de rest van Europa. Zo. Ja, sorry, the fuck. Sorry dat Zweden Loreen heeft. Wat wil je dat ik ga doen tegen haar? Allee. Maar ja. Dat heb ik altijd raar gevonden aan zo'n Eurosong te stammen. Is dat ze eigenlijk altijd... In België is er zoveel talent. Ja. En ik... Hij ook. Waarom dat ze dan niet een van die mensen sturen? Ja, maar pas op. Ik vind... Allee, sowieso... Ik vond het leuk dat ze dit jaar een soort van pre... Allee, ze hebben eigenlijk al vaker gedaan. Dat ze een soort van pre-selectie doen. En dan, dat is al een competitie op zichzelf. En daar komt dan de beste uit en zo. Maar ja, ik weet het niet. Ja, het is inderdaad... Ik heb niet het gevoel dat België vaak gevestigde artiesten stuurt of zo. Ah, wel. En dat vind ik zo raar. Ja, dat is een beetje ironisch. Allee, ze hebben dat nu wel... Wat was dat, 3 jaar geleden met Hooverphonic... Ik volg dat eigenlijk totaal, man. Ja. Dan moet je er ook niet over klagen, hè, gast. Nee, maar het is wel waar. Maar ik vind op zich ook wel nice dat ze dan... Het is, aan één kant heeft het wel ook voordelen om nieuwe gezichten te sturen of zo. Want je kunt dan direct een bepaalde indruk maken. En ja... True. Ja. Ik vind dat op zich niet... Dat is niet waar ik mee aan stoor of zo. Maar het zou wel cool zijn om bijvoorbeeld... Allee, misschien is Angèle nu heel hoog gegrepen of zo, maar...
Waarom sturen we Bart Peters niet naar Eurovisie, man? Nee, ik ben doodzinnig. Bart Peters zou zo graaf zijn op het Eurovisie Songfestival. Mensen zouden wel echt hype zijn. Ja, true. Zo zeer veel hype zijn wel. En de laatste keer dat daar gewoon een man met zijn gitaar stond, was dat Tom Dice. En heeft het vergeschopt. Heeft het vergeschopt, het is waar. Bart Peters, please. Ga alsjeblieft voor ons naar het Eurovisie Songfestival. Regel het, Bart. Maar gelijk, ja, ik heb nog zo'n paar algemene, random vraagjes, omdat je nu ook begint over zo... Ja, optreden en dingen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Justin Bieber, als die optreedt... Justin Bieber. Ja, die moet altijd... Elk optreden dat hij doet, die gaat altijd Baby doen. Altijd. Zijn liedje. Ja. Dan vraag ik mij af, jij bent nog de komende jaren, let ons hoop, nog heel lang artiest. Ik hoop het ook. Is er een liedje waarvan je zegt van, dat liedje zou ik echt elk optreden kunnen doen zonder dat het beu wordt? Ik vind Apologies een van mijn... sterkste, mm-hmm. meest meezingbare nummers. En dat heeft ook wel vrij veel radio-aandacht gekregen toen dat uitkwam. Dus ik denk dat dat wel een van die songs is dat ik altijd zou blijven doen. Mm-hmm. Falling ben ik ondertussen zo wel al een beetje beu of zo. Maar ook gewoon, ja, ik weet niet. Ja, ik zou het straf vinden om echt een song beu te worden of zo. Want uiteindelijk, als ik muziek maak of zo, ik zit dan in de studio en ik luister dezelfde song... honderden, if not duizenden keren, gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw. Dus als ik een song beu word, is het meestal al op die stage. En dan breng ik het ook niet uit, snap je? Dus ik denk, alle songs die ik uitbreng, zijn wel songs waarvan ik denk, oké, die zou ik niet beu kunnen worden. Mm-hmm. Dus ja. Maar ik denk dat dat wel anders is als je op een punt komt dat mensen je enkel kennen van één song of zo. Mm-hmm. Dat je ook wel, ja, vaker en vaker met TikTok, dat er ineens super random songs fucking populair worden. Ja. En dat die artiesten daarna niet meer dat level kunnen matchen. Dat is spijtig voor die artiesten en voor het publiek. Mm-hmm. Maar dat is ook wel, ja, dat is een gevolg van streaming ook. Mm-hmm. Maar ja, ik hoop dat nog niet mijn beurt is om een one-hit one te krijgen. Nee, sowieso niet. En merkte nu ook al bij je optredens welke liedjes dat echt zo door het publiek bijna volledig worden meegezongen? Insecure ook. Dat weet ik nog in de tricks, dat ik aan de eerste refrein begon en daar... Het publiek had dat gewoon overgepakt. Daar heb ik ook een TikTok-video van gemaakt, dat gewoon iedereen aan het meezingen is. Ik was gewoon stil en dat was fucking graaf. Maar ja, Apologies, again, ook, omdat de refrein komt 3-4 keer terug of zo. Dus na 2 keer kunnen we wel. En dan doe ik altijd zo, oké, nu jullie, zo dat momentje even, snap je, dat moet ook. Dus die twee songs. Waste Your Time is ook leuk, omdat ik dan... Dat is een beetje mijn moshpit-song. Oké, we gaan nu hier een lijn trekken en gelijk naar daar. En ik ga mee in het publiek en dat is altijd ook fucking nice. Dus, wat, jij gaat mee in het publiek? Ik ga mee in het publiek. Mee springen en zo. Dat is, ja. Microfoon tegen je gezicht? Ah, wel, ik heb... niet op een optreden, maar ik heb ooit... ik heb ooit iemand haar tand uitgeslaan met een microfoon. En dat was... Wat, niet op een optreden? Dat was op een karaokeavond. En de persoon in kwestie is Rafaera. De zangeres, waarvoor ik ook meeschrijf en produce, die net soundtrack heeft gewonnen trouwens. Shout-out naar Rafa. Maar dus Rafa is een stuk van haar voortaan kwijt, omdat ik daar mijn microfoon tegen had gejost. Dus sorry, Rafa. Ik heb echt al 1000 keer sorry gezegd, maar ik ga me daar de rest van mijn leven schuldig over voelen. Hoe hard ga hij in karaoke dat hij een tand uitslaat met microfoon? Ik was heel enthousiast. Ik weet niet meer welke nummer dat spelen was, maar ik was heel enthousiast. Ik wou de micro doorgeven. Dus dat zo gewoon, en dan kwam hij dichter en dan... Dat was een accidentje. Maar dat moet ook wel zot zijn als ik in de tricks dat je zegt dat je daar staat en een heel publiek zingt uw liedje mee. Dat heb je geschreven. Dat moet toch crazy zijn, toch? Dat is fucking crazy. Dat is echt insane. Hetzelfde met These Nights met Laura Tesoro. Mm-hmm. Elke keer als ik dat mee ben gaan doen met haar live, mensen kennen gewoon heel die rappers. En ik sta daar echt zo, ik sta mee te doen en ik zit zo precies alsof ik ben zo een rap battle aan het doen met iemand, maar dat is mijn rap. Ik denk, what the fuck? Dus fucking cool. En ik vind dat is altijd een heel, heel mooi gevoel. Dus zolang dat er liedjes worden meegezongen, ga ik geen enkel liedje beu worden. Mm-hmm. En heb je zoveel, like bijvoorbeeld Travis Scott, hoe vaak zo'n interactie met zo mensen in het publiek, mm-hmm. is dat ook zoiets like, dat je merkt als er iemand aan het meerappen is met u, dat je daar zo interactie mee probeert te... Ja, sowieso wel. Het is natuurlijk moeilijk om altijd zo gelijk een microfoon door te geven of zo. Maar ik denk, het is sowieso belangrijk dat je je publiek mee betrekt mm-hmm. in je performance. Ik haat artiesten die nooit tegen hun publiek babbelen of die er gewoon zo wat staan. Maar zo
pak een momentje en kijk rond, geef wat smiles, maak wat oogcontact met mensen. Want dat is, dat is de shit dat mensen onthouden als je naar de optreden gaat, snap je? Ik kan me nog heel goed herinneren, toen ik vorig jaar in Rock Werchter naar de 1975 gaan kijken, ik stond daar oog in oog met Matt Healy. Hè. Oog in oog. Wij waren locked. Ik weet niet meer voor hoe lang, misschien 0,7 seconden of zo, maar we waren locked. Hè. Ik ga het niet vergeten. En heb je dus ook bij je optreden dat op een duur herkende gezichten, dat je wel weet van, ah, wie heb ik hier? Ja? Ja, de vaste crew begint wel zo... Dat is wel nice, ja, dat is toch? Super nice. Dat was super cool. Dat echt al zo een vaste ding om hen te krijgen? Aha. Ja, dat is leuk, want dat zijn sommige ervan waren dan fans dat ik voor het eerst op een Laura Tesoro concert had gezien of zo. En die komen dan ook naar mijn shows. En dat is nice, want dat wil zeggen dat ik iets goed heb gedaan om een indruk te maken. En ja, gelijk, ik heb ook vorig jaar... Was dat vorig jaar? Ja, vorig jaar in oktober het voorprogramma van Blanks gespeeld in de Trix. Okay. En ik ga nu in februari opnieuw het voorprogramma van Blanks spelen in de Kafka. Oké. Okay. Dus dat is zo... Ja, er zijn ook heel veel mensen die toen waren komen kijken en ik later op een optreden opnieuw heb gezien. En die zeiden tegen mij van, ja, we hebben nu voor het eerst gezien bij Blanks in de Trix. En we vonden die super nice, dus we waren nog eens komen kijken. En ik dacht van, oké. Het is super graag. Ja, voilà, sowieso. Dus, want, ja, gast, en maar dat hadden ze ook plots als surprise eigenlijk op Core Festival. Ja, dat was leuk. Dat was, ik was toen mee met Mavie, een liedje dat wij hadden gemaakt. En ja, zij had voorgesteld, hey, waarom doen we dat niet samen live? En ja, het leuke was natuurlijk, Core Festival, ten eerste fucking graaf evenement. Ik vind het heel jammer dat dat niet meer doorgaat in Brussel nu. Maar ja, ik heb er al gestaan. En ja, dat was leuk, omdat het was zo nog het begin van de dag, er waren nog niet veel volk of zo. Dus dan, daarna hoort je mensen zeggen van, ah... Je hebt gewoon meegespeeld op Core Festival. Ik wist dat niet, man. Shit. Ik zei, ja, vroeger moeten komen, hè, manneke. That's on you. Next thing you know, ben ik daar. En dan is het gemist. Spijtig. Binnenbuiten. Maar inderdaad, het is niet meer in Brussel, want ga verhuizen naar Mexico. Ja, supercool. Misschien daar ook, aangezien half Mexicaans. Zien we daar een klein... Ja, wie weet. Misschien moet daar in het Spaans beginnen. Ah, wel. Kunt jij Spaans? Ik heb één stroof in het Spaans, op Apologies ook. En is dat... Zien we ooit bijvoorbeeld... Want mijn schoonbroer is ook Mexicaans. Hallo. Die is Mexicaans. Ja, echt. Die is echt... Ja, die woont daar. Oké. Okay. Ah, wow. Ja. Sick. Dream. Ah, wel. Maar dan vraag ik me af, is dat misschien ooit nog iets wat we van Ossie gaan zien? Een beetje zo'n reggaeton-achtige toestanden? Of ik ben niet zo'n fan van reggaeton, persoonlijk. Nee. Maar ik hou wel van like cumbias en zo. Echt zo de meer traditionele dansmuziek of zo. Dus misschien over dit een paar jaar mariachi-album. Dat is mijn gitaar, hè? Ja, hè? Tuurlijk is dat. Ja, dat is met zo'n fucking grote... Ah, met de grote sombrero is dat ook, of ja, niet? Ja, dat is ook met... Ja, dat is maar dat moet niet, of wel? Jawel, allee, dat is de klassieke mariachis met sombrero's en pakjes en trompetten. En, ik vind dat zalig. Ik zou dat wel lekker nog cool vinden. Ik zie het er wel nog afgaan zo voor zo'n ene keer. Nou, ik zou het nog cool vinden. Ik zou luisteren. Nou. Maar ik luister wel naar alles. Ik zie je daar, front row. Oskies en mariachis. Ja. Wacht, ik had hier nog een paar... Een paar vraagjes. Oké. Okay. Je hebt wel gezegd dat je nu heel veel inspiratie haalt uit zo'n like The Weeknd, Brockhampton. Als we echt kijken naar Dream Collab. Als we echt mogen dromen. Ja, The Weeknd blijft wel up there. Tyler, the Creator ook. Duckworth ook. Die ken ik. Ah, wel, ja, ik heb die daar juist al eens aangehaald, maar die is niet mainstream super populair, maar... In wat hij doet, vind ik die super graaf. En ja, ik denk dan ook al gelijk. Maar bands zoals de 1975 die doen niet echt collabs, dus ik weet niet of dat ooit haalbaar is. Maar dat zou ik ook wel nice vinden. Dus ja, ik denk eigenlijk, obviously, gewoon mijn favoriete artiesten zou ik heel graag zijn. Ja. Wat is niet dat je zo één hebt dat er voor u echt uitspringt? Post Malone ook. Maakt hij nog veel muziek? Tuurlijk. Ja, ik heb gevoeld die heeft juist een nieuw album uitgebracht. Allee, juist een paar maanden geleden. Maar ik heb gevoeld dat hij zo na Beerbongs en Bentley zat, dat hij zo'n beetje wat... Allee, ja, daar heeft hij commercieel wel gepiekt, obviously. Maar die is nog steeds... Die was dat nu dit jaar of vorig jaar dat hij in Sportpaleis ook heeft uitverkocht? Dus die is sowieso nog wel... Die blijft bezig. De Kid Leroy zou ook nice zijn. Ook nice. In het begin was ik daar niet zo fan van. Maar zo, hoe langer, hoe meer heeft hij ook wel zo... Ik vond die zo ietsje te emo in het begin. Maar nu heeft hij wel een nice nieuwe stroom gecreëerd. Dus ja, daar ben ik ook wel fan van. En ja, ik hoor van veel mensen dat die mij soms een beetje vergelijken met de Kid Leroy.
Van qua stijl van dingen. Ja, ja. Ik snap het wel. Ik snap het uiteindelijk wel. Ja. Maar ja, dus een collab zou wel sens maken. Als je luistert. Maar is dat toch uiteindelijk mega moeilijk om dan door... Je hebt in België ziektelijk net iets gemakkelijker om big te worden. Dat is altijd moeilijk. Mm-hmm. Maar hoe gaat het dan als Belg... Heb je dan die finaal, die barrière van dan zo door te breken naar een UK of naar een gewoon Amerika? Gewoon daar gaan werken. Echt letterlijk gewoon daar. Kent je Dina Ayara? Ja. Ah wel, dat is een Belgische. Mm-hmm. En ik denk een jaar of twee geleden, is die naar Amerika vertrokken. Zijn die daar beginnen werken, collaben met mensen. Mm-hmm. En nu is die, die heeft daar een keigrote naam voor zichzelf gemaakt. Dus dat is oprecht de beste manier van ergens anders groot te worden, is gewoon u ergens anders gaan vestigen. En is dat iets wat je dan nog wilt of gaat doen in de toekomst? Sowieso. Ik wil niet in België blijven. Nee. Ik wil sowieso niet in België blijven. Maar ik als in daar een studio of effectief verhuizen? Effectief verhuizen, ja. Sinds dat ik naar Londen ben geweest, toen ik 12 jaar was, heb ik tegen mama gezegd, ik wil in Londen wonen later. En dat is nog steeds zo. Want ik denk sowieso nu ook als muzikant zijnde, daar is zo'n grave scene en industrie dat waarschijnlijk een pak moeilijker is hier, want dat is super competitief en nog veel groter dan wij kunnen voorstellen. Maar ja, dat lijkt me wel een challenge of zo, dat misschien wel de moeite is om te proberen. Maar daar volg ik wel. Londen heb ik ook wel een zeer... Ik weet niet, ik heb er ook wel een bepaalde vibe mee van. Hier zou ik wel kunnen wonen. Ik vind daar ook zeer aangenaam. En veel creatieve mensen merkte daar wel. En zeer leuk, wat in België nog altijd een beetje zo... creative scene wordt vaak een beetje onderdrukt, vind ik. En dat je daar misschien net iets meer groeikansen hebt. Ja. Maar wat heb je nu op Spotify? Heb je toch al vrij veel monthly listeners? Dat is ook al niet meer weinig, hè? Dat zal tussen de 30.000 en 40.000 schommelen nu of zo. Dat vind ik wel al veel. Ik vind dat ook niet slecht. Dat vind ik al zeer veel. Als jij 30.000 mensen voor je hebt staan. Maar ja, dat is natuurlijk wel, er is wel een verschil tussen luisteraars en fans. Ja, oké, maar als ze al die 30.000 voor u zouden staan... Dat zou mooi zijn. Ja. Dat is veel, hè? Dat is heel veel. Dat is een koningbaar van een stadion. Is dat? Nee, dat is 50.000. Ik heb gelogen. dus bijna twee sportpaleizen dan. Ik zou dat wel echt niet kunnen, ze optreden in een sportpaleis, gast. Al die mensen naar u kijken, gast. Maar ja, dat is toch keigraaf? Maar hij staat daar... Ik ben van het weekend ook naar Q-pop geweest. Uh-huh. En dat was een sportpaleis. En ik had de coole bandjes, dus we moeten zo aan de zijkant kijken. En dat staat echt naast het podium. Hè. Dus je ziet echt de zaal zoals de artiest het ziet. En ik dacht echt bij mezelf van, holy shit, volgend jaar ik je. Please. Dat is fucking, ik vind dat fucking cool. Ik zou dat stadiums. Nee, gast. Boeh. Nee. Eén kleine fuck op. Al die 50.000 mensen zien dat, hè. Nou, we moeten zien dat je het niet opvakt. kwestie van oefeningen. Ik heb ook altijd... Kijk, we zitten bijna aan het kletsuurtje. Oh. Ik ga er altijd een klein beetje over. Oké, dat mag. Maar dan vraag ik ook altijd, naar het einde toe, vraag ik ook altijd aan de gast of dat je een bepaalde boodschap hebt, nog iets dat je wilt zeggen aan de mensen thuis, nog iets dat ze zeker moeten geweten hebben, of een boodschap dat je kwijt wilt. Misschien wees jezelf. Ik vind dat kei-basic. Dat is kei-basic, maar ik zie dat heel vaak. Mm-hmm. Dus gewoon echt, wees jezelf. En zeker als creatieveling. Mm-hmm. Dingen dat je maakt, maak die dingen voor jezelf. Maak dat niet voor andere mensen. Wees niet iemand die voor andere mensen bestaat. Wees gewoon iemand voor jezelf. En de mensen rondom u, die zullen zich dan wel filteren tussen wie dat er echt juist is en wie dat er niet echt juist is. Mm-hmm. En ja, ik vind dat iets wat veel mensen soms vergeten, zeker in onze generatie, van constant sociale media druk of gewoon druk in general. Mensen hebben heel snel de tendency om zichzelf anders voor te doen of zo, uit schrik van misschien niet geaccepteerd of niet gerespecteerd te worden of zo. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk is dat niet gezond, want uiteindelijk maak je jezelf gewoon minder gelukkig om andere mensen gelukkig te maken. En dat is gevaarlijk, dus wees gewoon jezelf. Wijze woorden. En voor de opkomende producers, zangers, tips, trips, dat je iets kunt zeggen van, doe dit. Bezig blijven. Elke dag, elke seconde, elke vrije minuut dat je hebt, steek daar uw tijd in. En niet mensen worden snel gedemotiveerd als het zo niet direct goed gaat. Of als ze niet direct vooruitgang horen in werk. Dat heb ik ook vaak gehad. Is zo, dat ik echt een lange periode consistent zo bezig ben aan ideetjes of zo.
En dat ik dan precies merk van, maar dat wordt hier niet beter. Mm-hmm. En dan ga ik zo terugluisteren naar oude dingen en dan denk ik van, holy shit, dit is garbage. Dus dan denk ik van, oké, misschien ben ik wel beter geworden. Dus ja, soms zie je het niet direct of zo als je vooruitgaand aan het boeken bent of zo. Maar ja, daarom dingen soms in perspectief zetten is een belangrijke factor. Zeer wijze woorden om dit kletsuurtje af te sluiten. Oski, ik bedank jou. Ik bedank jou. Ik schud altijd de hand op het einde van de podcast. Dank je wel om helemaal naar hier te komen. Dat is heel graag gedaan. De mooie stad nog eens te zien. Mooie stad. Vreselijk weer. What's the problem? Nu overal exact. Uit. What's the problem? Oski. Geef het een stream. Ja, en ik overal. 0,00003 cent aan verdienen. Overal te vinden, Instagram, TikTok, onder de naam Oski. Holy Oski. Holy Oski. At Holy Oski. Holy Oski. Oké, okay, Holy Oski. Dank je wel. Dank je wel. En misschien tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Goedbye. Goedbye. Amai, dit vond ik een goede podcast. Ja? Ja, oprecht.